Deze highlights worden u aangeboden door Expedia en Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Sabitzer en dan moet Leimer maar gaan. Dat is weer zo'n uitbraak van Leipzig. Er zijn vier mensen mee. Werner eist die bal op en trapt recht op Eric Dier. Maar misschien betere opties. Sabitzer en daar is het doelpunt. Marcel Sabitzer brengt Leipzig 1-0 voor binnen de 10 minuten. Het is pas de tweede keer dat ze is uitbreken. Dat ze met een man of 5-6 eruit komen. En dat kon Tottenham niet meer belopen. En uiteindelijk is het Sabitzer, maar de man die toch heel vaak voor het doel opduikt. Ja, het was eerst Werner met een serieuze pegel. Dier stond daar nog in de weg. En dan die bal afleggen. Lloris zit er nog even aan. Nico, maar net niet goed genoeg. Leimer richting Angelinho. En daar gaat Aurier half onder de bal door. Angelinho, kijk. En daar is het goal. Doelpunt, ja. Jawel. Is hij over de lijn? Ja, ik denk het ja, wel. Ja, denk het wel. Ja. De lijnrechter liep terug. En de horloge van de scheidsrechter zegt doelpunt. En dan toch 2-0. De wedstrijd is al voorbij. Na 20 minuten. Weer deze mannen. Sabitzer, goede opening van Leimer op Angelino. En het is gewoon verkeerd inschatten van Aurier. En dan is Sabitzer goed gevolgd. En de bal was duidelijk over de lijn. Hier is Sessegnon. En daar komt weer zo'n tegenaanval. Alderweireld uitgeschakeld. Het is 3-2 als ze het snel doen. Schmid. Werner. 3-0. Nee. De controle was niet perfect van Timo Werner. Hier is Winks. Aurier. Kan hem wel gooien zo rond. Zijn tegenstander kiest voor de korte paas. Lo Celso is zijn man kwijt. Lo Celso, goede plaatsbal. En daar is de eerste redding van Peter Gulacsi in de wedstrijd na 41 minuten. Zelfs onder druk komt er nog een goede paas van Halstenberg. Kele. Werner even op rechts nu. Oeh, mooi geprobeerd. En Schick dan maar. Ja, die bal gaat er nog niet. Het was een vreemde carambola. Daar gaat Leipzig nog eens met Schick. Werner had die bal al eerder willen hebben. En op links was er niemand mee. Nou, Werner boos op Schick. Dat is een serieuze sprint. Daar gaat Moura. Er ligt wat meer ruimte nu. Moura, goede versnelling daar. Nee, niet de goal van Dele Alli. Dat is de eerste doelkans voor Tottenham in de tweede helft. Na 73 minuten. Werner. Niet Forsberg, wel Angelinho. In één tijd probeert hij Schick te vinden. Forsberg. Hij staat 30 seconden op het veld. En hij maakt er 3-0 van. Dan toch nog een kers op de taart voor Red Bull Leipzig.
Hij was net de man van de andere goals komen vervangen, Sabitzer. De Zweed doet er nog eentje bij. Deze highlights werden u aangeboden door Expedia en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.